Goedemorgen, zusters, broeders, kinderen. Goed dat jullie er zijn en van harte welkom. En wil ook alle livestreamers vanuit deze plaats van harte welkom heten. En God zegen jullie ook vanuit de huiskamers of waar jullie op dit moment ook zijn. En we willen ook van harte welkom heten hier fysiek aan de Blankenburgstraat, de Wanneer, Rotterdam. En goed dat u ook hier aanwezig bent. We gaan onze God eren. We gaan onze God groot maken. En we gaan met een... Voordat onze broeder Erik de dienst het gebed zal openen, gaan we eerst even onze stemmen opwarmen. Ik weet niet hoe u bent opgekomen. Hè? Nou ja, goed. We gaan in ieder geval onze stem opwarmen met het lied. Met heel mijn ziel. Want soms wil het lichaam niet echt. Dus vandaar dat we onze ziel mogen oproepen. Loof de Heer, o mijn ziel. En met alles wat ik in mij heb, mogen onze God, mijn Heer, onze Heer en Verlosser, prijzen. Doe alsjeblieft met ons mee en laat onze God eren. Yes, laten we dat doen. Ha. En voel u vrij gewoon met ons te staan. Hè? Dus als we zitten, heel comfortabel, prima. En we mogen komen zoals we zijn. En voelt u vrij. Kom op. Een beetje rekken, strekken. De arm in de lucht. Laat zingen. Met heel mijn ziel, met alles wat ik in mij heb, prijs ik de Heer om alles wat Hij geeft. En steeds opnieuw bedenk ik wat Hij heeft gedaan, hoe Hij geneest. Genade vol vergeef. Ja. Hemel en aarde verhogen samen. God die ons niet naar onze zonden straft. U spant de hoge hemel boven ons. Uw trouw is eindeloos. Uw trouw is eindeloos. Zo ver als oost van west verwijderd is, weet u de zonde weg. U nam ze van ons weg. Trouw is eindeloos. Ja, weet je het weer? Ik kom op. Laten we de Heer eren en praten.
De Heer geniet als hij zijn liefde tonen kan. En hij bevrijdt de zwakke aan zijn nood. En wereldwijd betoont hij zijn gerechtigheid. Hij schiet de hulp, wie roept en op hem hoopt. Wij weten zeker, nu en voor eeuwen, met elke stap wordt onze jeugd vernieuwd. U van de hoge hemel boven ons, uw trouw is eindeloos, uw trouw is eindeloos. Zo ver ons hoofd van wets verwijderd is, weet u de zonde weg. U nam ze van ons weg, zo laag, zo hoog. Uw trouw is eindeloos. Yeah. Al zijn wij stof, een zucht in de oneindigheid. Een bloem die bloeit en morgen weer vergaat. Toch kroont hij ons met liefde, eer en heerlijkheid. Hij lacht ons toe als wij zijn wegen gaan. Van generatie tot generatie zullen wij spreken van zijn grote trouw. U spant de hoge hemel boven ons, uw trouw is eindeloos, uw trouw is eindeloos. Zo ver ons hoofd van west verwijderd is, deed u de zonde weg, u nam ze van ons weg. Zo wij, zo hoog, uw trouw is eindeloos. Wie spant uw hoge hemel boven ons? Laten we nog een keer zingen, zijn trouw is eindeloos. Wow. U spant de hoge hemel boven ons, uw trouw is eindeloos, uw trouw is eindeloos. Zo ver ons hoofd van west verwijderd is, weet u de zonde weg, u nam ze van ons weg. Zo wij, zo hoog, uw trouw is eindeloos. Dank u wel, Jezus. Zo wij, zo wij, zo hoog, uw trouw is eindeloos. Ja, yeah. Dank u, Jezus. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel. Dank u wel, Jezus. Wij eren en prijzen zijn heilige naam. Amen. Prijs de Heer. Het is goed om weer hier samen te zijn. En ik weet niet hoe jullie zijn opgekomen. Misschien vermoeid. Een strijd misschien. Het maakt niet uit. We zijn allemaal hier en we mogen alles voor de Heer brengen. En ik wil ook echt oproepen. Laten we de Heer groot maken. Laat je gevoelens en emotie buiten staan. God is hier aanwezig. Waar Gods geest is, er is vrijheid. Amen. Waar Gods geest is, God wil herstel brengen. Hij wil nieuwe dingen gaan doen. Laat onze hart openstellen. Zullen we samen opstaan? Dan gaan we de dienst opdragen aan de Heer. Halleluja. Halleluja, halleluja. Vader in de hemel, wij danken u, Heer, voor deze nieuwe dag. Voor deze mooie, prachtige dag die u ons hebt gegeven, Vader. En wat een geweldige rijkdom, Heer. Wat een zegen, Heer. En wat een genade om hier te mogen zijn in alle vrijheid die we mogen hebben. Vader, we willen deze ochtend u de alle eer geven, willen u groot maken, u loof en prijzen. Want u bent onze Heer. En we beleiden, Heer, met heel ons hart, heel ons ziel, met heel ons wezen, Heer, met ons lichaam, met alles wat we hebben, Vader, dat u de almachtige God bent, onze maker. Vader, wij danken u, Heer, voor uw geweldige, grote genade. Genade die we eigenlijk niet hebben verdiend, Heer. Dankbaar, Vader, voor uw liefde en voor uw trouw. Heer, we dragen deze dienst in uw machtige handen op. Heer, we bidden en we vragen dat de Heilige Geest hier mag werken in ons en door ons heen. Ook voor het nieuwe komende seizoen, Vader. We willen ons hart voor u openstellen, Vader. We willen uitstrekken naar u. We willen naar u luisteren, Vader, en u gehoorzamen. Dank u wel, Vader, voor wat u voor ons hebt gedaan. Zegen ons, Heer. Zegen deze dienst. We danken ook, Vader, voor broeder Martijn, die hier ook is aanwezig, Vader. Dat u hem wilt bekrachtigen, Vader. Wilt u hem bedouwen met de Heilige Geest. Wilt u zijn lippen zalven, Vader. Wilt u hem de rust geven? Zegen, Vader. Zegen hem als hij het woord zal brengen. Dank u wel, Vader.
We vragen dit in uw wonderbare naam, van uw Zoon Jezus Christus. Halleluja. Amen. Amen. Yes, dankjewel. Dankjewel. Wow. Ja, voor degenen die nog genoeg energie hebben, wij gaan de Heer vervolgen met de Heer groot te maken. En ik ben van overtuigd dat u opgekomen bent met een bepaalde verwachting. Maar voornamelijk dat we gekomen zijn voor een ontmoeting met onze God. En dat het verlangen mag zijn, dat onze hart gericht mag zijn op Hem. Dat Hij, dat we mogen opzien naar Jezus, dat Hij centraal staat, dat Hij Heer is van dit huis. En dat we ons mogen concentreren en dat we ons vooral mogen uitstrekken. Wat de Heer ook voor u persoonlijk, ook vanochtend weer, apart heeft gezet. Maar niet zozeer alleen om te ontvangen, maar laten we de Heer ook geven. Geven, de dank van ons hart, onze lofprijs. En ik weet, dat is niet afhankelijk van onze muziek of zang. De Heer kijkt naar uw hartsgesteldheid. Ja, dat Hij de focus mag zijn, dat we opzien mogen naar Jezus. Oké, laten we dat doen. Wij zijn gekomen, Heer, voor een ontmoeting met U. En ik ben verlangend. Wij zijn verlangend. En Hij is hier. Zullen we dat zingen? Kom op, daar gaan we. Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U. En wij verlangen met in ons hart naar meer van U. Wat geweldig dat U hier bent, Heer, onlovend is U troon. Heel ons wezen is alleen op U gericht. Voor de troon van uw genade mogen wij als kinderen zijn. Daarom vieren wij het leven in uw licht. Heer, wij zingen en aanbidden om uw goedheid en uw trouw. Onze dank en onze liefde zijn voor u. En er is geen andere reden waarom wij hier samen zijn. Hier, kom op! Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U. Spreek je verlangen uit, ja Heer! En wij verlangen met heel ons hart naar meer van U. Dank U Jezus! Wat geweldig dat U hier bent, Heer, ons lof, het is uw troon. Heel ons wezen is alleen op U gericht. Voor de troon van uw genade mogen wij als kinderen zijn. Daarom vieren wij het leven in uw licht. Heer, wij zingen en aanbidden voor uw goedheid en uw trouw. Onze dank en onze liefde zijn voor u. En er is geen andere reden waarom wij hier samen zijn. Wij We gaan even wat anders doen, kom op! Oh, 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 mogen onze stem verheffen voor de Allerhoogste God! Oh, 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 prijs zijn naam! Oh, 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 oh. Om uw goedheid en uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor u. En er is geen andere reden waarom wij hier samen zijn. Wij komen hier voor één doel, dat bent u. Mogen zijn naam prijzen, zijn heilige naam prijzen. En zeggen, u bent de koning op de troon. Daar gaan we. U bent de koning op de troon. Bekleed met majesteit en kracht. Uw overwinningen zijn groot. Zeg maar halleluja, dank u wel, Jezus. Oh. U bent de allerhoogste Heer. Geen andere God is aan u gelijk. Heer, u alleen bent God. Oké, laat hem eren. Ik geef u alle eer. Ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u bent groot. Ik geef u alle eer. Ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u regeert. U bent de koning op de troon, bekleed met majesteit en kracht. Uw overwinningen zijn groot. Laat een vreugdekreet horen, halleluja, dank u Jezus. U bent de allerhoogste Heer, geen andere God is aan u gelijk. Heer, u alleen bent God. Ik geef u alle eer. Waar u dit over heeft gezongen. Mijn God, mijn Heer, u regeert. En hij heeft alles onder zijn controle. Niet alleen maar nu op dit moment. Fijn dat muziek. Alles maar bedenken. En spreek dit uit in geloof. De geloofsverwachting die u heeft. Ja? Volgende lied dat we gaan zingen. Uw genade is genoeg. Genade voor ons. Genade voor ons. Uw genade voor ons is genoeg. Zullen we nog één keer zingen? Genade, geloof het. Genade voor ons.
wat is uw trouw zo groot? U gaat de strijd aan met het kwaad. U leidt ons in genade naar kan water. U houdt ons altijd stevig vast. O Heer, denk aan uw mensen en help wie u volgen. En houdt uw belofte, mijn God. Zing het hier, dank u wel. Genade voor ons, genade voor ons. Uw genade voor ons is genoeg. Mijn God, mijn God, wat is uw liefde groot? De zwakke neemt de sterke mee. U leert aan ons het lied van uw verlossing. En al uw mensen zingen mee. O Heer, denk aan uw mensen en help wie u volgen. En houd uw belofte, mijn God. Genoeg. Halleluja. Dank u, Jezus. Zijn genade. We gaan zo zoetjes over naar de aanbidding. En dat u gelegenheid krijgt om uw dankzegging uit te spreken. We zingen nog 2 liederen. En alles kan wachten, Heer. We mogen zijn aangezicht zoeken. En hier zijn, heel dicht bij u. In zijn nabijheid. Wat is het heerlijk om in zijn nabijheid te mogen vertoeven. Daar waar verzoening is, daar waar herstel is. Daar waar hij krachtig bijstand wil verlenen. Dat we mogen bronnen bij het onuitputtelijke bron. Dus focus u. Eerst zal het voorzingen. Wees van bewust dat u zingt. Neem het op. En zing alsjeblieft met ons mee. Alles kan wachten, Heer. Ik zoek uw aangezicht.
gezicht. Alles kan wachten, Heer, ontmoet mij hier. Ik wil graag hier zijn, heel dicht bij u. Hier zijn en knielen voor u. Heer, uw nabijheid is al wat ik zoek. Jezus, u bent meer dan genoeg. Alles kan wachten, Heer. Ik zoek uw aangezicht. Alles kan wachten, Heer. Ontmoet mij hier. Ik wil graag hier zijn. Heel dicht bij u. Hier zijn en knieën. Liever, Heer, want niets is zoveel waard. Ik wil niets liever, Heer, want niets is zoveel waard. Ik wil niets liever, Heer. Niets is zoveel waard. Ik wil niets liever, Heer. Niets is zoveel waard. Hier zijn, heel dicht bij u. Hier zijn en knielen voor u. Heer, uw nabijheid is al wat ik zoek. Jezus, u bent meer dan genoeg. Hier zijn, heel dicht bij u. Hier zijn en knielen voor u. Heer, uw is al wat ik zoek, Jezus, u bent meer dan genoeg. Jezus, u bent meer dan genoeg. Jezus, 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 u bent meer dan genoeg. Ik ben veilig bij u, beschut onder uw vleugels. Ik ben veilig bij u, u antwoordt als ik doe. Ik ben veilig bij u, veilig bij u als ik kom in de schuilplaats van de. Laat het zingen, met geloof, nog een keer, want ik ben veilig. Want ik ben veilig bij u, beschut onder uw vleugels. Ik ben veilig bij u, u antwoordt als ik roep. Ik ben veilig bij u, veilig bij u, als ik woon in de schuilplaats van de
zullen het uitroepen en zeggen: U bent mijn toevlucht, Heer. U bent mijn toevlucht. U bent mijn vesting. U bent mijn God, op wie ik vertrouw. U wilt bevrijden, mij altijd redden. In mijn nood bent u steeds. Zullen we dit nog een keer doen? Spreek het uit. U bent mijn toevlucht. Ja, Heer. U bent ik klamp mij vast aan uw belofte. U bent mijn God. U bent mijn God. Op wie ik vertrouw. Dank u, Jezus. U wilt bevrijden. Mij altijd redden. In mijn nood bent u steeds heel dichtbij. Misschien moeten we het nog één keer herhalen. U bent mijn toevlucht. U bent mijn vesting, U bent mijn God, op wie ik vertrouw. U wil bevrijden, mij altijd redden. In mijn nood bent U steeds heel dicht bij mij. Want ik ben veilig bij U, Heer. Want ik ben veilig bij U. Beschut onder uw vleugels, ik ben veilig bij u. U antwoordt als ik roep, en ik ben veilig bij u. Veilig bij u, als ik woon in de schuilplaats van de Al. Ga nog eens zingen, de breedje, u bent mijn toevlucht, Heer. En u bent mijn toevlucht, u bent mijn vesting, u bent mijn God, op wie ik vertrouw. U wilt bevrijden, mij altijd redden, dank u. In mijn nood bent u steeds heel dicht bij mij, want ik ben veilig bij u. Want ik ben veilig bij u. Beschut onder uw vleugels, ik ben veilig bij u. U antwoordt als ik roep, en ik ben veilig bij u. Veilig bij u, als ik woon. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Ik wil zijn. In de schuilplaats van de Allerhoogste overnachten in zijn aanwezigheid. Besef, zusters en broeders, wat we net hebben gezongen. Dat we zo met het lied te hebben gezongen. Dat we zo onze Heer mogen danken. Dat we Hem mogen prijzen. Als u een gebed op uw hart heeft, wel spreek het uit. Als de Heer u een gedachte geeft, wat ter opbouw van de gemeente zijn, dat u dat mag toetsen, dat u dat ook mag uitspreken. Ik geloof dat de Heer hier is en dat zijn Heilige Geest ook op dit moment vaardig over ons wil zijn. Voor ieder die zich openstelt voor de kracht en de zalving van zijn Heilige Geest. Voor ieder die zegt: ja, Heer, hier ben ik. Vul mij. En ik geef mijn ja ook vanochtend weer aan u. U ziet mij aan. U heeft gehoord wat ik heb mogen uitspreken. De geloofsverwachting. De vertrouwen. De hoop die ik heb. Het geloof die ik mag hebben. Omdat het een zekerheid is. Omdat u een God van trouw bent. En u bent de eeuwige. U bent de Almachtige. U bent de God van Israël. U bent de God van generatie tot generatie. En uw oog is op ons. Gemeente, gaat uw gang. Maak uw God groot. Verhef uw stem tot de Allerhoogste.
Dank u, Jezus. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus.
gaan het lied nog een keer zingen in Hier Zijn. Maar ik wil u vragen, terwijl we dit lied zingen, dat u ook uw gebed naar de Heer kan oprichten. Terwijl we dit lied zingen, dat u dit lied ook mag toe-eigenen. In uw persoonlijke situatie, op dit moment, hoe u erbij zit. Gods Heilige Geest is hier. En hij doorgrondt onze harten. Dat we onze harten ook alvast mogen openen voor het woord. Woord vanuit Gods stroom, wat de Heer aan onze broeder Martijn ook even geeft. En dat als hij zal spreken, dat we Gods woord ook mogen ontvangen. En dat het op goede aarde zal landen. Dat Gods geest ook daar verder wil uitwerken. Dus we gaan dit lied nog een keer zingen. En zing het als een gebed. Alles kon wachten, Heer. Ik zoek uw aangezicht. Alles kan wachten, Heer. Ontmoet mij hier. Ik wil graag hier zijn, heel dichtbij. Hier zijn en knielen voor u. Heer, uw nabijheid is al wat ik zoek. Jezus, u bent meer dan genoeg. Ik wil niets liever, Heer. Want niets is zoveel waard. Ik wil niets liever, Heer. Want niets is zoveel waard. Ik wil niets liever, Heer. Want niets is zoveel waard. Ik wil niets liever, Heer. Want niets is zoveel waard. Hier zijn, heel dicht bij u. Hier zijn en knielen voor u. Psalm 91 staat ook van, omdat hij mij zeer bemint, zal ik hem bevrijden. Zoals we een paar weken geleden op de bidstond hadden, dit stuk hadden overdacht van, wat Breko met ons ging delen. Gods woord wat ons zelf mogen toe-eigenen. Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. En we mogen onze eigen naam daarin invullen. Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden. En ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal ik hem verzadigen. En ik zal hem met mijn heil doen zien. De belofte. Heer, ik dank u voor dit woord.
uw belofte, de liederen wat we hebben mogen zingen. Liederen van heilig ontzag, liederen van dankzegging. Heer, maar ook liederen van, ja, Heer, waar ik zo van onder de indruk mag zijn van wie u bent. Niet zozeer van wat u heeft gedaan, Heer, maar voor wie u bent. De God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De levende God die ik mag eren en dienen en lofprijzen en dank zeggen. Samen met mijn broers en zusters. Vader, ik dank u voor uw woord, de beloftes, o God. Heer, en dat wij mogen opzien. Heer, dat wij als gemeente ook van bewust mogen zijn in welke tijd we leven. Heer, dat wij als gemeente ons gereed mogen maken de dag dat u terug zal komen. Heer, ik dank u dat we zo het verder verloop van de dienst in uw machtige handen mogen leggen. En dat we ook onze broeder Martijn mogen zegenen met het woord. Heer, bedouw en bekrachtig hem met de zalf in de kracht van uw Heilige Geest. Dat we onze broeder mogen zegenen. En het woord wat wij mogen horen, dat we mogen luisteren. Maar ook wat u door uw Heilige Geest tot ons wil zeggen. Spreek, Vader. Spreek, o God. Heer, ik dank u wel. Dank u wel dat we u zo mogen danken. De soevereine, een heilig God. En dat u tot uw doel wil komen met in ieder van ons. Dank u wel, Heer, dat ik dit mag vragen in de wonderbare naam van uw Zoon, Jezus Christus alleen. En gemeente, als u het met me eens bent, zegt u, amen. God zegen u, God zegen u. Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat u er bent. En een hele fijne voordienst. Hele mooie liederen die zijn uitgezocht, denk ik. En het kwam echt tot me. Alles kan wachten, Heer. Soms zijn we zo vol met zoveel dingen. Broeder Erik zei net ook, hè, hij bad voor mij voor rust. En ik dacht toen dat woord eruit kwam in je bidden. Ja, soms dan ben je de hele week maar haasten en rennen en bezig. En dan is het belangrijk dat we vandaag hier, als we in de tegenwoordigheid van God komen, dat wij eens alles loslaten, dat we in rust mogen komen, dat alles wat ons kan bezighouden even kan wachten en dat we in de tegenwoordigheid van God mogen komen. Want Jezus, u bent meer dan genoeg, zongen we. En dat is toch waar? He? Jezus, alles draait om hem. En onze liefde voor hem en zijn liefde voor ons. En Jezus is hier in ons midden. Dus wat ook de omstandigheden zijn, ja, u weet het. He? Dat dan juist God wil gaan werken deze morgen. Ook voor de livestream kijkers, ook u bent natuurlijk van harte welkom. Ja, u zit lekker thuis. Ik weet niet hoe warm het is bij u. Hier valt het mee. Ik heb wel mijn doek meegenomen. Want het is een warme week, hè? En vandaag ook een warme dag. Dus ik heb even geen jasje aangedaan. En ik denk, ik gun mij even de ruimte om iets anders gekleed te zijn. Titel van de boodschap, barmhartigheid. Of werken van barmhartigheid. Al weken zit er een lijn in de boodschappen die gebracht worden. En het evangelie van het Koninkrijk van God, dat weet u nog, hè, dat ik daarover heb gesproken, dat vraagt dat we gaan leven uit de principes van het Koninkrijk van God. We zijn ambassadeurs, is ooit gezegd. En ambassadeurs zijn mensen die aangesteld worden door de koning. He, iemand die leeft in een ander land, maar die een vertegenwoordiger is van het land dat hem heeft aangesteld. Iemand die ook leeft vanuit de autoriteit van die land die hem heeft aangesteld. En leeft vanuit de principes van die land. Dat is hoe wij als christenen ambassadeurs zijn in deze wereld.
We zijn niet van deze wereld, maar we zijn wel in deze wereld. En als het goed is, leven wij vanuit de autoriteit, vanuit de beloftes, vanuit de principes, vanuit het land en de koning die ons heeft aangesteld om hier een representatieve, hè, om hem te representeren. Ons leven is niet zoals het leven is in het land waar wij leven. Want ons leven is niet gelijkvormig aan de wereld. Ons leven is anders. En is steeds meer, als het goed is, gelijkvormig aan diegene die ons heeft gezonden. En die ons heeft aangesteld om zijn ambassadeur te zijn. Op een dag was er een Bijbelgeleerde. En die staat op en die gaat Jezus verzoeken. En deze theoloog, die was niet oprecht in zijn vraagstelling. Want hij was erop uit om met Jezus in een discussie te komen. Even plat gezegd in het Nederlands. Ik weet niet precies waar hij op uit was. Maar hij was erop uit om Jezus een hak te zetten. En dan stelt hij een hele relevante vraag. En ik ga dit stuk niet met u lezen vandaag, ik ga dit met u vertellen. Maar het staat in Lucas hoofdstuk 10. Deze vraag die hij stelt is: meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te krijgen? Met andere woorden, zijn vraag was: meester, wat moet ik doen om het koninkrijk van God in te kunnen gaan? Want dat is exact hetzelfde, hè? Zijn vraag, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven, is hetzelfde als, wat moet ik doen om het koninkrijk van God in te kunnen gaan? En dan zie je dat Jezus de overleggingen van zijn hart kent. En hij wil niet in discussie komen. En dat is belangrijk dat wij wijsheid bezitten. Want soms zijn er mensen, vooral hele geleerde mensen, die proberen dan met een bepaalde communicatiestijl, wat ze zich eigen hebben gemaakt. Op mijn werk noemen we dat wel eens stijlflexibiliteit. Als je een leidinggevende baan hebt, dan moet je een bepaalde communicatiestijlflexibiliteit hebben. Dan gaat het niet eens om de inhoud, maar de handigheid waarmee je communicatie gebruikt om een gesprek naar je eigen hand te zetten. Nou, dat doet deze man, die probeert dat ook te doen. Want die probeert het gesprek naar zijn eigen hand te zetten. Maar Jezus kent de overleggingen van zijn hart en geeft dus geen antwoord op die vraag. Maar wat doet Jezus? Hij stelt een wedervraag. En soms is dat slim en is dat wijsheid om niet altijd maar op alles te reageren en soms in plaats van een antwoord te geven, om gewoon een wedervraag te stellen. En Jezus die zegt tegen deze man: u bent toch wetgeleerde? En een wetgeleerde, ja, dat kan dan niet anders. Dan moet je verstand hebben van de wet, toch? Want anders ben je geen wetgeleerde. Lekker dat je er geen verstand van hebt. Dus u bent toch een wetgeleerde, zegt Jezus. Nou, wat zegt de wet van Mozes dan hierover? En deze wetgeleerde die antwoordde: heb de Heere uw God lief. Met heel uw hart, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Met alles wat in je is. En heb uw naaste lief als uzelf. Dat klopt, zegt Jezus. Dat is goed geantwoord. Nou, doe dat. En dan zult u het eeuwig leven beërven. Doe dat. Dan ga je het koninkrijk van God in. Maar dan, als we het verhaal lezen, dan voelt deze man zich plotseling aangesproken. Want hij was zich wel degelijk bewust
dat zijn leven niet in de lijn zat met wat de wet erover zei. En in plaats van dat toen hij dit woord hoorde en het ging borrelen in zijn hart en om dan zijn leven aan te passen, zich te bekeren, te veranderen, wilde hij zich gaan verdedigen. En dan zie je dus dat hij echt werd aangesproken. En laten we eerlijk zijn, zitten wij als mensen soms niet net zo in elkaar? Als wij worden aangesproken, is dat niet soms moeilijk? Ik merk, in mijn leven, ik word wel eens aangesproken hoor. Daarvoor ben je bijvoorbeeld al getrouwd. Als je als man en vrouw samen bent, dan kan het niet anders dan dat je wel eens feedback krijgt op iets van je partner. Nou, en als je feedback krijgt, ja, wat vind je, wat doe je ermee? Ga je dan verdedigen? Ja, of ga je, ik zie al wat koppeltjes die nu met elkaar reageren. Ja, maar de vraag is, wat doe je? Ga je dan verdedigen? Of ga je je openstellen ervoor en proberen na te denken om daar vervolgens misschien iets mee te doen? Nou, deze man, deze wetgeleerde, deze theoloog, die zat met een heel ander hartgestel in dat hele gesprek. En dat zie je dan ook. En dan gaat hij eigenlijk zich verdedigen. Rechtvaardigen, zegt de Bijbel. Maar dat is natuurlijk verdedigen. En dan vraagt hij, ja, maar wie is eigenlijk mijn medemens? Ja, hij denkt, ik heb een slimme vraag. En dan zien we opnieuw dat Jezus niet in discussie gaat. En dat opnieuw, ik vind dat echt wel mooi, hoe Jezus eigenlijk een bepaalde, ja, hij kent natuurlijk het hart. Hij weet waar iets vandaan komt. Vaak horen wij alleen maar woorden van mensen. Maar Jezus die weet wat de achtergrond is van waarom mensen woorden spreken. En dan zie je ook dat Jezus op een heel andere manier reageert. Want die discussies, dat voegt niks toe. Dat doet ook niets. En dan begint Jezus hier met een verhaal te vertellen. In plaats van een antwoord te geven. En dan zegt Jezus, een man die reisde van Jeruzalem naar Jericho. En onderweg werd hij door rovers overvallen. En ze rukten hem de kleren van het lijf. Ze sloegen hem bont in blauw. En ze lieten hem half dood op de weg achter. Alles, hij was geslagen, verwond, lag half dood, was geroofd, misschien wel zijn iPad kwijt of zijn horloge kwijt. Nou ja, in die tijd zullen ze geen iPad hebben gehad, hè? Maar om het even naar onze context te zetten. Hè? En daar lag die man, verwond op straat, half dood. Eigenlijk in de tijd van vandaag zie je dat ook wel eens, hè? Hoe makkelijk vandaag er dingen gebeuren. En ook hoe makkelijk dan mensen eraan voorbij lopen, omdat ze misschien, als ze zien dat er geweld is, dat ze niet eens durven iets te doen. Omdat, hè, als je dat wel doet, als iemand wordt geslagen en je gaat in de bres staan, ja, dan weet je niet wat er gebeurt. Hè? En als je zelf terug gaat vechten, dan kun je nog aangeklaagd worden tegenwoordig ook in de maatschappij waarin we zitten. Nou, deze man die lag half dood op de straat. En dan komt er toevallig een priester langs. Maar toen hij de man zag liggen, ging hij aan de overkant van de weg voorbij. En daarna kwam er een tempeldienaar, een leviet, kwam er langs. En ook hij deed exact hetzelfde en liet deze man gewoon liggen. Maar gelukkig was er ook een Samaritaan die onderweg op reis was. En toen deze Samaritaan langskwam, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Deze man, er gebeurde iets van binnen. Hij werd geraakt toen hij de nood van deze man zag. Deze Samaritaan, die had
barmhartigheid in zijn binnenste. En toen deze man dat zag, terwijl wij weten dat de Joden en de Samaritanen vijanden van elkaar waren. Hè, want het was een vijand, een Samaritaan van de Joden. En toch, het ging op dat moment niet om een Jood. Het ging op dat moment om een mens. En deze Samaritaan, die werd bewogen vanuit zijn binnenste. En zag de mens in nood. En omdat hij dat zag, werd hij met liefde geraakt en kwam hij in beweging. Hij knielde bij deze man neer. Hij ging de wonden van deze man verzorgen met olie en met wijn. En hij legde er vervolgens een verband omheen. En daarna legde hij deze man op zijn ezel. Ik ging er zelf naast lopen en liep naar een herberg die verderop was. En in die herberg aangekomen, ging hij opnieuw die man verzorgen. En de volgende morgen gaf hij de herbergier geld en zegt hij, zorg voor hem. En doe maar wat nodig is. En mocht dit geld niet voldoende zijn, dan betaal ik de rest de volgende keer wel. Hij zei dus niet, hè, zorg voor hem, hè, maar wilt u dan voor de rest ook zorgen? Ik heb straks al genoeg gedaan, hè, dat zouden wij dan zeggen. Ik heb mijn deel gedaan, dus misschien wil die herbergier dan ook wel zijn deel doen. Nee, deze persoon nam volledig de verantwoordelijkheid voor de zorg van deze man die verwond en beroofd was. Wat denkt u, zegt Jezus, wie van deze drie was de medemens van het slachtoffer van de roofoverval? Nou, de wetgeleerde kon natuurlijk nog maar één ding beantwoorden en zei, ja, de man die medelijden met hem had. Hij kon niet eens uit zijn mond krijgen, de Samaritaan. He, dat als u de Bijbel leest, ziet u dat deze wetgeleerde niet zegt, oh, dat is de Samaritaan. Nou, dat kon hij niet uit zijn mond krijgen, want dat waren hun vijanden. Dus dan zegt deze theoloog, zeg dan maar, het was de man die medelijden had met deze man. Precies, zei Jezus, volg dan zijn voorbeeld. Dat is de opdracht die God gaf aan deze man. Maar dat is ook iets wat God heeft gegeven aan ons. Leven vanuit de principes van het Koninkrijk van God is namelijk dat wij God lief hebben boven alles en onze naaste net zo lief hebben als onszelf. God is liefde. God is liefde. God is barmhartig. God is goed. Weet u dat? Ik zeg dat de laatste tijd heel vaak, omdat ik hoop dat dat mag weer klinken in ons binnenste. Veel mensen in de tijd waarin wij leven hebben een verkeerd beeld van wie God is. God is liefde. God is alleen maar goed. God houdt van de mens. En Jezus die leert ons dat ware liefde gaat verder dan gevoelens alleen. Ik heb een moeilijk woord opgeschreven. Het gaat ook om kostbare, opofferende daden ten goede van anderen. Kijk, gevoelens, dat zijn mooie praatjes. Hè? Dus, en gevoelens is goed, want daar, als je geen gevoelens meer hebt, hè, en je hart is verkild, ja, dan zie je de nood bij een ander niet meer. Maar als je het voelt,
maar vervolgens niet bereid bent om daar iets aan te koppelen, dan is dat natuurlijk zinloos. Dan is dat van geen betekenis. Dan heeft dat geen waarde. En dus je naaste liefhebben als jezelf, dat is een kostbare, opofferende daad. Dat kost een prijs. En alleen als je bereid bent om die prijs te betalen, dan heb je je naaste lief als jezelf. Deze man, die Samaritaan, die had er iets voor over. Hij was onderweg. Hij was met iets bezig. En hij nam tijd. Weet u dat? Want heel vaak dan zijn we maar druk en haastig bezig. En dan gebeurt er iets. En dan heb je eigenlijk misschien wel geen tijd. Nou, hij had misschien ook wel geen tijd. Maar hij koos ervoor om tijd te nemen. Dus dat betekende wel iets. Want het betekende dat deze man naar een herberg ging. En daar een nacht heeft verbleven. En dat zijn reis met een dag is vertraagd. Deze man die was ook bereid om te lopen naar de herberg. In plaats van met de vervoer waar hij mee onderweg was. Deze man was ook bereid om geld te geven, zodat die andere man verzorgd kon worden. Dus dat betekende dat dat iets was dat hij gaf van zichzelf om tot zegen te zijn voor die ander. Johannes zegt, niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk diegene die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Het hele evangelie draait om het geven van jezelf. Ja, ook wij als christenen, bij Satan draait het om. Om wie draait het? Om Satan. Maar bij God draait het om u. Hij had u zo lief dat hij zelfs zijn enige geboren zoon wilde geven, opdat wij in Jezus eeuwig leven kunnen krijgen. En ook als een christen, niet meer mijn wil, maar de wil van God die in ons is. Het afleggen van je eigen leven en God centraal zetten en maken tot doel van je leven. Waar we de vorige keer over hebben gesproken. God niet als een spaak in ons leven en God gebruiken voor de dingen in ons leven en daarmee ons leven centraal zetten versus, nee, God die centraal komt te staan en dat wij ons leven gaan inrichten naar Hem. Dat is een volkomen andere manier van leven. Nu weten we in Matteüs 24, want u hebt nog steeds geen Bijbeltekst gelezen, u gaat ook geen overhead zien, want ik ga lekker heel veel vertellen, maar allemaal uit de Bijbel. In Matteüs 24, wat we al heel vaak hebben gelezen over de weeën, dan zien we dat na de eerste weeën, dan komen er nog meer weeën. En als je dat goed leest, dan ga je zien dat er een tijd komt van verdrukking. Waarom? Om Gods naam. En dan zul je zien dat we nog in een moeilijke tijd komen. We hebben het dan niet over de zegels van openbaringen, waar ook al hierover is gesproken. We hebben het dan nog steeds alleen maar over de weeën die gaande zijn voor de wederkomst van Jezus Christus. En in die weeën zegt de Bijbel ook dat we leven in een tijd dat de wetteloosheid is toegenomen en dat de liefde van velen verkillen. Is dat toch niet iets wat gaande is? Of niet? Is de wetteloosheid aan het toenemen? Is de liefde aan het verkillen? Ik denk het wel. Ik denk dat de wereld steeds harder
aan het worden is. En dat de ongelijkheid enorm aan het toenemen is. En we hebben zelf de afgelopen weken mogen horen hier aan deze plaats dat de komende tijd en dat in de tijd van de eindtijd dat alleen nog maar verder gaat toenemen. Ook de ongelijkheid. Of u nu met verkiezing gaat stemmen op links of midden of rechts, maakt niet uit. Er is een beweging gaande wereldwijd waarin de ongelijkheid alleen maar aan het toenemen is, de nood aan het toenemen is. Ja, en de liefde onder de mensen aan het verkillen is. En als ik daar zo mee bezig ben en de preek zo aan het voorbereiden ben, dan ja, probeer je natuurlijk ook altijd heel erg naar jezelf te reflecteren. Want als je spreekt, spreek je voor de gemeente, maar ook voor jezelf. En soms denk ik van, we leven zo in die wereld. Zijn we ons nog wel bewust hoe God anders is dan de maatschappij waarin wij met elkaar iedere dag leven. En je vrienden waar je mee omgaat, daar word je mee besmet, of niet? Dat beïnvloedt je. Mijn vrouw heeft een enorm invloed op mij, echt waar. En we zijn echt tegen Polen, kan ik u vertellen. Dus dat betekent dat er elementen zijn waar ik in geleerd heb vanwege haar. Daar heeft ze invloed op mij gehad en andersom ook. En dat geldt ook in het leven, in de maatschappij, in de wereld waarin wij zitten. Dat wij misschien ons niet bewust zijn hoe we er zo door beïnvloed raken. Terwijl Gods liefde, Gods barmhartigheid zo anders is dan die in de wereld waarin wij leven. Als we het hebben over het evangelie van het Koninkrijk van God, wat gepredikt moet gaan worden over de hele wereld totdat Jezus zal komen, dan gaat het natuurlijk over een evangelie van hoop en van liefde en van kracht. En de vorige keer heb ik gesproken over de werken die God wil gaan doen, dat werken zijn bovennatuurlijke werken, zoals bijvoorbeeld in Hebreeën 11, geloofswerken. Maar vandaag wil ik een andere element aanraken. En dat zijn de woorden wat staat in Matteüs 25. En die wil ik wel gaan lezen met u. Vers 34 tot en met 40. Matteüs 25, vers 34 tot en met 40. Hele bekende woorden, maar toch. Dit gaat ook weer over de Koninkrijk van God. Dit gaat over de schapen en over de bokken. En dan zegt Jezus, dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen, kom, gezegenden van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Met andere woorden, als we het hebben over die man die net vroeg, hè, hoe kan ik het eeuwig leven beërven? Hoe kan ik het koninkrijk van God inkomen? En toen gaf hij het juiste antwoord, God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben als jezelf. In diezelfde lijn wordt er hier in Matteüs 25 gesproken. Andere woorden, maar het is dezelfde inhoud. Want daar staat, want in vers 34, beërf het koninkrijk, hè, dat voor u bestemd is. En dan, want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Dat is de eerste. Twee, ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Drie, ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Vier, ik was naakt en u hebt mij gekleed. Vijf, ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Zes, ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dan zullen de rechtvaardigen antwoorden, maar Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben wij u gekleed?
Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn we bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor één van de geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat ook voor mij gedaan. U kent deze woorden. Of niet? Ja, toch? En dit gaat ook over de eindtijd. De bokken en de schapen. En eigenlijk zijn dit de werken van barmhartigheid. Zo worden ze ook genoemd. En deze werken van barmhartigheid, dat zijn er 6. En toen ik daar de afgelopen weken wat meer over ging nadenken, toen kwam er tot mij, wat staat er toch veel over de Bijbel, over deze 6 werken. Weet u dat deze 6 werken ook weer een aantal niveaus kent? Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Aan de ene kant het fysieke. Iemand heeft honger en je geeft iemand gewoon eten. Heel plat. Maar aan het andere zit er ook continu een geestelijke dimensie achter. Dus dan gaat het dan niet meer over 6, maar dan gaat het al over 12. En toen ik daarmee begon wat meer te bestuderen in de Bijbel, toen dacht ik, oh, hoe ga ik dat nou vandaag doen? Want ik kan eigenlijk over 1 punt al een hele preek vullen. Dus hier zouden al 6 tot 12 preken uit kunnen komen. Nou, u snapt, dat ga ik niet doen. Maar om te doorleven wat hier staat, er staat hier echt heel erg veel. En waar komt dit uit voort? Dit komt niet voort vanuit de buitenkant, maar vanuit de binnenkant. Namelijk als wij een hart hebben, zoals deze barmhartige Samaritaan, dan word je van innerlijk uit bewogen en veranderd, waardoor je anders gaat denken, doen en handelen. Dus dat is ook datgene wat belangrijk is. Niet dat wij proberen, oh, er staat letterlijk, ik moet dit doen, dus ik ga dit doen. Dan werk je aan de buitenkant. Maar als christenen moeten we gaan werken aan de binnenkant. Want de vraag is, als we iets doen, doen we dat omdat wij innerlijk bewogen worden, of doen we dat omdat we het geleerd hebben om te doen? Ziet u het verschil wat ik probeer aan te duiden? Als wij iemand kennen die wij lief hebben en die God niet kent, raakt dat ons? Doet dat iets met ons? Maakt dat iets in ons leven los? Omdat wij van een ander houden en dan niet anders willen dan dat die persoon net als wij God mogen leren kennen? Hoe is ons innerlijk? Nou, ik ga iets aanraken. Honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik voeg ze even samen. En ik ga nu niet de diepte in die wel kan. Maar ik wil u uitdagen om mezelf die diepte in te gaan. Maar als ik ze samenvoeg en probeer samen te vatten, en ik begin de Bijbel te lezen, dan lees ik heel veel in de Bijbel over honger, eten geven, dorst, drinken geven. Leviticus bijvoorbeeld, dit is slechts een voorbeeld. Daar staat in Leviticus 23, vers 22, voor degenen die opschrijven, Leviticus 23, vers 22. Wanneer gij de oogst van uw land haalt, moogt gij uw akker niet tot de rand afmaaien. En wat is blijven liggen, moogt gij niet bijeenrapen. Waarom niet? Dat is bestemd voor de armen en de vreemdelingen. Nou, God is een God die nooit is veranderd, toch? Ja, er is een Oude Testament, er is een Nieuwe Testament. Ja, er is een oud verbond, er is een nieuw verbond. Maar de karakter van God is dezelfde. Nu,
al in de toekomst, hè? Altijd. God is een onveranderlijke God. En deze God, die zegt daar van, als u de oogst van uw land haalt, dan moet je niet die randen gaan afmaaien. En wat er ligt, moet je niet bijeen gaan rapen. Want ik wil namelijk dat dat bestemd is voor armen en voor vreemdelingen. Daar zitten geestelijke principes achter. En die geestelijke principes, die zijn voor ons vandaag niet anders. Misschien zegt u, ja, maar broeder Martijn, ik heb geen land. Sterker nog, ik heb zelfs mijn tuin helemaal ingericht als een patio. Dus hoe kan ik dan nog iets oogsten? Ja, oké, maar wij hebben natuurlijk een andere land wat wij iedere dag bewerken. Waardoor wij een andere opbrengst hebben in ons leven. He, om van te leven. Want vroeger ging je verbouwen het land om ervan te leven. He, en dus een deel van de opbrengst moest je laten liggen. Waarom? Omdat God wil dat wij leren te delen van alle zegeningen die God ons overvloedig geeft. Leviticus 27 vers 30, die gaat daarop ook verder. Die zegt, alle tienden van het land, zowel het zaaigoed van het land als van de vruchten aan de bomen, zijn voor de Heere bestemd. Ze zijn heilig voor de Heere. Kijk, vandaag spreek ik niet over tienden, kun je ook weer een heel onderwerp over geven. Maar hier komt het wel vandaan. En dan zeggen sommige mensen wel, ja, maar als je over geld begint te praten, dat moet u niet doen, broeder. He, want dan kom je vaak aan een persoon. Maar dan kennen wij de principes van God niet goed. Vaak zeggen wij, ja, maar broeder Martijn, dat is het oude verbond. Ja, het nieuwe verbond, daarin gaat het over het geven van alles. En alles wat we hebben, is van God ontvangen. He, dus waar het om draait, is ons hartgestel. En als die tiende, dat is een richtlijn. En ja, als we daar al moeite mee hebben, dan snappen we niet wat de identiteit van God is. God gaf alles. Weet u wat voor kracht er ligt in het geven? Satan is de God van toe-eigenen en van beroven. God is een God van geven. Een volstrekt ander karakter. En dan draait het niet om geven, om zelf maar weer te nemen. Nee, er zit echt kracht achter geven. Mijn vrouw heeft van haar papa en mama altijd geleerd van jongs af aan om een tiende apart te leggen. Doet zij al, wauw, ik weet niet eens, 35 jaar? Nee, wel langer. 53 minus 9. 44, oh, okay, niet kijken. Haar hele leven is zij gewend geraakt om een tiende apart te leggen. En ook toen ik God leerde kennen, heb ik dat eigenlijk, toen was ik nog niet eens samen met mijn vrouw, altijd gedaan. Het eerste wat ik doe, is dat ik dat iedere maand alweer apart zet. Hè, en dat ik dat automatisch dan vervolgens weer geef aan. En meer dan dat. En weet u, dan zegt u, ja, maar broeder Martijn, dat is makkelijk praten. Ik heb gehoord wat voor baan u tegenwoordig hebt. Ik kan u één ding vertellen, ik heb het gedaan ook 25, 28, 30 jaar geleden, toen ik alleen maar schulden had. En helemaal geen goede baan had. En woonde in een huurhuisje, in een huisje wat tegen, hoe noem je dat? Je hebt van die huizen die, waar je dan inwoont, dat het niet gekraakt gaat worden. Ik heb ook een andere fase in mijn leven gekend. Ook toen kende ik al de principe van geven. En heb ik al in mijn leven geleerd wat voor zegen erop rust als ik ben zoals God is. Want weet je doet het niet omdat je uit bent op die zegen, maar echt geloof me dat als je een andere hartsgestel hebt,
dat God daar echt doorheen gaat werken. Een paar andere voorbeelden waar ik dan aan moest denken. Hanna, dat is zo'n geweldige geloofsvrouw. Hanna, weet je wel, die vrouw die maar geen kind kon krijgen. En die dan Samuel krijgt. En ik kan u vertellen, als u verlangend bent naar een kind en het komt maar niet, nou, dan kan ik u vertellen dat als dat kind wel komt, nou, dan is dat, ja, dan doet dat, het kind komen doet al heel veel. Ieder papa en mama, die, dat doet heel veel met een papa en mama. Maar als je jarenlang verdriet hebt mee mogen maken en dan toch nog een kind krijgt, ja, dat doet natuurlijk heel veel. En wat ik dan zo mooi vind van Hanna, ze had een belofte gemaakt aan God. Om dat kind op te dragen aan God. En dan zouden wij misschien zeggen, oh, oké, Hanna die gaat die kind opdragen. Dat betekent, zij gaat dat kindje opvoeden. En net als een goede mama en papa, lekker met de Heer. En vertellen over de Bijbel. En een goed voorbeeld geven. En een goede opleiding geven. En dan als dat kindje ouder is, dan nou, kan die kind zijn eigen keuzes maken. Hè, en dan, maar dan draag ik het toch op aan God? Nee. Hanna, toen Samuel kwam, werd geboren, ging ze alleen maar Samuel voederen. En als hele kleine kind bracht zij direct Samuel naar de tempel toe. En gaf haar kind weg. Weet u hoe, ik vind het echt geweldig bijzonder dat zij dat doet. Want dit was waar zij zo naar verlangde, een kind te krijgen. En waar ze zo voor had gebeden en wat niet zomaar kwam. En dan heeft ze dat kind en dan gaat ze dat kind eigenlijk op hele jonge leeftijd al afdragen aan God. Toewijden aan de dienst in de tempel. En er staat er letterlijk in de Bijbel dat zij wel elk jaar kwam. En dan ging ze een klein manteltje maken, zodat die kleine Samuel, dat kleine jochie, en dat manteltje van mama, daar zat te wandelen. Maar ik vind het zo bijzonder dat zij die belofte die ze aan God maakte, dat zij volledig gaf. En weet u wat de zegen was wat erop kwam? Doordat zij dat deed, zegt de Bijbel, dat ze nog 5 kinderen kreeg. Uit mijn hoofd, 3 jongetjes en 2 meisjes, kan dat kloppen? Dit heeft te maken met de manier, ook dit, de manier waarop Hanna dit deed. Ze gaf Samuel volkomen. En dus zat daar een zegen op. Ik las een tekst in de Bijbel over Spreuken 6:50. Daar staat, de Bijbel zegt dit, hè, niet ik. Men neemt een dief het stelen niet kwalijk als hij honger heeft en zijn eetlust bevredigt. Nou, dat zijn woorden. Maar dat is wel hoe God ernaar kijkt. Want God die vindt dat er geen honger zou moeten zijn. En als iemand steelt van jou omdat hij honger heeft, dan mag je je afvragen, had ik niet dat moeten zien en die persoon al moeten geven voordat hij het nam? Maar dit ging door mijn hoofd heen hoor, toen ik de tekst las. En ook in de wereld, er is enorme hongersnood. Maar weet je hoe dat komt? Dat komt door hoe deze hele maatschappij in elkaar zit. Want er is voedsel zat. Maar het is de ego, de ik, de commerciële bedrijven, politiek, oorlogen, waardoor ja, wij niet met elkaar delen, want eten is er echt zat. God wil niet dat mensen hongerig zijn. Ga nog verder, Spreuken zegt ook, als uw vijand honger heeft, geef hem dan brood te eten en heeft hij dorst, geef hem dan water
om te drinken. Allemaal voorbeelden, ik heb het nog steeds over fysiek trouwens, hè? Over geven, eten, geven, drinken. Paulus, die gaat nog, die zegt die op een andere manier. Die zegt, wie karig zaait, zal karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn eigen hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin, niet omdat het een verplichting is, niet vanuit dwang. Want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Dit is hoe de Bijbel spreekt. En hoe God is. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Hanna, die zei er niet karig. Hanna had een belofte gemaakt aan God. Gaf volkomen. En God zag het hart van Hanna. En het werd ook weer tot zegen van Hanna. En hetzelfde wil God doen in het lichaam van Christus. God wil, ja, die weet wat wij nodig hebben. En God is een God van overvloed. En wij als christenen, wij als God wil door ons heen werken. En als wij de nood om ons heen zien en delen van datgene wat wij van God hebben ontvangen, dan zult u zien datgene wat deelt, dat vermenigvuldigt. Dat is gewoon een Bijbels principe. Ik vind het fijn dat ik dat hier zo kan zeggen. Ik ben nog niet de voorganger. Ik heb geen betaalde baan hier. Het gaat nu niet om, want dat zie je wel eens in die Amerikaanse toestanden. Daar gaat het helemaal niet om. Echt daar, geloof me. Dit is omdat als we dit leren en deze principes leren en gaan toepassen, dan zal dat ook tot zegen zijn voor uw eigen leven. Er zit ook een geestelijke dimensie in. Johannes 6, vers 35, dan zegt Jezus, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En in wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Oh, kijk. Dus het gaat niet alleen om het fysieke voedsel. Nee, zegt Jezus, ik ben het brood des levens. En dat zien we ook terug in Johannes 4, vers 14. Wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in de eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. Dat is de geestelijke dimensie die erachter zit. En dat is dus ook weer, zijn we schapen of zijn we bokken? Dus het gaat niet alleen om dat wij ontfermd en bewogen zijn door te doen en anderen te helpen, maar dus ook geestelijk ons verantwoordelijkheid te nemen om het woord van God te prediken. Dat is belangrijk. Dat is die andere laag die hierin zit. Zowel de laag om ons uit te strekken naar een ander die op ons pad komt, als ook om het woord van het evangelie, het woord van hoop en van liefde en van kracht, om dat te prediken. Want, en dat is mijn laatste, als dit voorbeeld, dat moeten jullie eens kijken, hè? Ik voeg samen, ik zou veel meer hierover kunnen zeggen, maar Amos, die zegt hier iets moois over. En wat Amos, dat is zo'n profeet in een tijd dat, ja, dan heb je die koeien, geloof ik, van, ik ben ze kwijt, ik heb koeien van Basel? Nee? Weet iemand dat toevallig? Nou, u weet het ook niet. Heel goed. Nou, niet goed. Amos moet u maar eens lezen. Daar spreekt op een gegeven moment Amos over koeien. En dan zegt hij tegen de vrouwen, u bent net als die koeien. Dus dat was eigenlijk best wel een harde uitspraak wat Amos doet. En dat heeft ermee te maken dat ze zichzelf maar eten en grazen en alles vertrappen en een heel ikgericht leven hebben, in plaats van dat zij met ontferming bewogen zijn met die ander. En daar is Amos behoorlijk uitgesproken in.
En in diezelfde Amos 8 vers 11, daar zegt de Bijbel dat er een tijd gaat komen, dat er een honger gaat komen. En dat is geen honger naar brood en geen dorst naar water, maar honger en dorst om de woorden van de Heere te horen. Dat is de tijd in de eindtijd waarin we leven. De Bijbel die gaat nog veel verder. In de eindtijd, daarin zegt Paulus, predik het woord, volhard erin. Gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan. En dat met alle geduld in onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken naar wat hun eigen gehoor streelt. En dat zij leraars zullen verzamelen overkomstig hun eigen begeerten en hun eigen hart. Dat is de tijd waarin we leven. Vandaag al. Mensen die gaan graag naar die plekken toe, wat goed voelt en goed proeft. Hè? Maar waar niet het volledige woord van God wordt gepredikt. Want ja, God is een God van overvloed. Maar God is ook een God die wil dat wij ons leven op het altaar leggen. En dat wij veranderen. En dat wij worden wie Hij is. En dat we onze plek innemen. En dat we ons uitstrekken naar Jezus. Dus, zowel een geestelijke dimensie als een fysieke dimensie. Iets, schapen, voor ons allemaal gegeven. Hè? Zijn we een bok of zijn we een schaap? Doen wij dit in ons leven, niet omdat wij moeten, of omdat we het leren, maar omdat wij innerlijk bewogen worden voor de mens in nood. Want de wereld is in nood. En de wereld kent God niet. Ze hebben zelfs tegenwoordig een verkeerd beeld van God. Ja, en de vraag is, als vertegenwoordiger van het Koninkrijk van God, hier zitten we. Wij zijn zijn vertegenwoordiger. Wij werken vanuit die autoriteit. Wij leven vanuit die principes. En op welke manier representeren wij dan de Koninkrijk van God? En wie God werkelijk is? Met zijn karakter, met zijn natuur, met zijn liefde, met zijn hoop, met zijn herstel, met zijn vergeving. Maar ook zijn liefde voor mensen. De derde, ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ja, ook daar zegt de Bijbel heel veel over. Ja, alleen maar in psalmen bijvoorbeeld, hè, dat de Heere de vreemdelingen bewaart. En hij houdt ook de wees en de weduwe staande, zegt de Bijbel dan. Hè. Vreemdeling is ook wel een moeilijk onderwerp. Ik zat erover na te denken. Want ja, we zien ook dat sommige partijen, ook de ChristenUnie bijvoorbeeld, ik ga het toch zeggen, hè, dat we soms ook denken dat we maar iedereen vanuit alle culturen maar in ons land moeten gaan opvangen. En daarmee ons helemaal niet bewust zijn dat we niet een individu liefde geven. Maar dat we daarmee ook een bepaald denken, een bepaald ideologie, een bepaald krachten in ons land toelaten. Wat ons alleen maar verder van God brengt dan dat we al zijn. Dus daar zit ook wel spanningsveld, denk ik, op. Dus ik vind dat soms naïef, persoonlijk. Dat stukje. Maar God wil wel dat we mensen lief hebben. En ook de vreemdeling. Laten we wel zijn. Ik ben ook hier een vreemdeling. Ik ben in Rotterdam. Ik ben in Rotterdam geboren. Ik ben een Noorderling. Ja, ik kom uit Stadskanaal. Ik woon in Den Haag. Daarvoor na genees ben ik maar een vreemdeling. Ja, u komt soms ook uit allerlei andere landen. Mijn vrouw ook, hè? Indonesië. Vreemdeling in Nederland. Nou, we zijn ook een vreemdeling in deze wereld. Want we zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Dus we zijn eigenlijk allemaal vreemdelingen. Ik moet denken aan het verhaal van Abraham, Genesis 18. Dat hij daar zat in zijn voortent en plotseling drie mannen zag aankomen. En dan komt hij overeind en hij begroet hen, hè? En dan zegt hij van onderbreek je reis en neem even rust en kom even te eten. En dan zien we
het hart van Abraham. Hoe gastvrij. Abraham was een heel gastvrije man. En dan zien we ook dat zijn gastvrijheid weer tot vrucht kwam. Want wat gebeurde daar? Hij wist niet dat het drie mannen van God waren. Hij wist dat helemaal niet. En terwijl hij daar zat te eten met deze drie mannen, zeggen deze drie mannen, hé, waar is uw vrouw Sarah? Nou, die is ergens achter mij in de tent of zo, of wat Abraham ook maar zei. Nou, volgend jaar, als wij hier weer komen, dan zal zij een zoon hebben. Ja, dat gebeurde. Dat is een geweldig verhaal. En ja, dat was iets waar natuurlijk Abraham en Sarah ook naar uitkeken. Maar die belofte die werd ontvangen op het moment dat Abraham gastvrij was. Ik vind dat wel een hele mooie combinatie. Ik moet denken aan de weduwe van Sarafat, die de profeet Elia onderdak geeft. En dat zij nauwelijks voedsel heeft in het huis, maar van dat nauwelijks wat ze heeft, gaat ze toch delen. En dan wordt beloond doordat haar olie en meel nooit opraken, totdat God weer regen zendt. Al dat soort verhalen zie je in de Bijbel. Deze vrouw was gastvrij. Gaf zelfs van het weinige wat zij had. En dat bracht haar tot zegen. De vrouw van Sunem, die was geen arme vrouw, die was een wat rijkere vrouw. Hè? En die had een huis en die ging een opperkamer of een zolderkamer helemaal inrichten voor de profeet Elia. Waardoor hij altijd een plek had om te slapen als hij weer langskwam. Allemaal voorbeelden van gastvrijheid. Tegenwoordig, dan willen wij misschien wel iemand ontvangen, maar dan liefst in een hotel of zo. Want je wil je eigen privacy, denk ik, vaak behouden. Hoe zijn we nog? Hoe gastvrij zijn we? Ook als gemeente. Nieuwe mensen die hier komen. Ik moet zeggen, ik vind wel de gemeente heel gastvrij. Oprecht. Echt compliment voor jullie. Dat doen jullie en we echt goed. Niet automatisch op iedere plek. Maar ook daarmee laten we zien hoe gastvrij zijn we. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Nou, er wordt ook weer heel veel gezegd en gesproken in de Bijbel over naakt zijn. Jacobus zegt, als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijkse voedsel en iemand van u zou zeggen, ga heen in vrede, word warm, word verzadigd en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Niks toch? Allemaal woordjes, allemaal praatjes. Voegt niks toe, heeft geen betekenis. Maar los van het fysieke heeft naakt zijn ook te maken met bedekken. Niet alleen ons uiterlijk, maar ook de zonde. Bijvoorbeeld nadat Adam en Eva ontdekten, of eigenlijk de zondeval hadden gedaan, ontdekten ze plotseling dat ze naakt waren. Ja, en dan schaamden ze zich voor hun naaktheid en zie je dat zij die vijgenbladeren aan één hechten en daar een schort van maken. In Galatenbrief wordt er gesproken over dat wij in Christus zijn gedoopt en dat wij in Christus zijn bekleed. Dat vind ik heel mooi als we erover gaan nadenken. We zijn met hem gedoopt en we zijn met hem bekleed. Paulus roept christenen op, bekleed u als Gods heilige en geliefde uitverkorenen. En bekleed u met tedere ontferming, met goedheid, met nederigheid, met zachtheid en met geduld. Ook dat heeft te maken dus met diezelfde teksten. Dat naakt zijn en bekleed worden door God, door Christus. En ook het verhaal van Noach is in deze licht kunnen we heel veel van leren. Want we weten dat Noach, dan gaat hij een wijngaard maken en dan gaat hij te veel wijn drinken en dan wordt hij dronken en dan komt hij naakt in zijn tent te liggen en Gam, zijn zoon, die zag de naaktheid van zijn vader en wat ging hij doen? Hij ging praten, kletsen. Dat ging hij doen. Hij ging naar zijn broers toe en ging vertellen over de situatie van zijn vader.
En wat doen zijn broers dan? Die reageren volstrekt anders. Ze gingen achteruitlopend in de tent, gingen ze hun vader bedekken. Daar zat een volstrekt ander innerlijk achter, een andere geest achter. En toen Noach uit zijn roes ontwaakte en hij hoorde dat zijn zoon Cham over hem had gepraat, dan vervloekt hij hem. Ook hier, allemaal geestelijke principes die wij moeten eigenlijk kennen als wij leven vanuit het Koninkrijk van God. Want wat leren wij hieruit? Als je spot drijft met de naaktheid van een ander, of deze verergert door daarover te praten, dan schaadt je uiteindelijk jezelf. Dat is ook een geestelijk principe wat in diezelfde Matteüs 25 zit. Ziet u de enorm veel lagen die er gewoon in zitten? 6 makkelijke woorden. Maar hoe gaan wij om? Er is moed nodig om in plaats van mee te praten en met de vinger te wijzen naar iemand waarover geroddeld wordt, om diegene te verdedigen of in bescherming te nemen. En ik geloof dat de liefde bedekt, bedekt. Wij zijn er niet om maar dingen uit te vergroten en in een vlek maar te gaan wrijven en fouten en tekortkomingen van anderen maar nog groter te maken. We hebben allemaal onze tekortkomingen. Of niet? God is genade. God is goed. God is genade. Dat wij een kind van hem mogen zijn, is niet vanwege onze goedheid, maar vanwege zijn goedheid. En het is zijn bloed wat bedekt en zelfs wegwast en wegneemt al onze zonden. Als christenen moeten wij anders zijn dan de wereld. De wereld die blame en weet je, mensen worden kapot gemaakt. Ook in de sociale media en in de nieuws. Zelfs al ben je helemaal niet eens door de rechter bestraft, dan ben je al, is je hele leven al naar de Filistijnen. Hè, omdat er maar weer geruchten zijn of dingen zijn gezegd. Sommige dingen zijn misschien waar, andere dingen zijn niet waar. Weten wij het veel? Maar er zit een geest achter om alleen maar kapot te maken. Maar zo is niet wie God is. God is liefdevol, barmhartig. God is een barmhartige God. Er zit echt een ander innerlijk geest achter. Ja. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Nou, ik heb er veel over gesproken. Ik ga er vandaag niet veel over spreken. Maar één ding. In het Nieuwe Testament zien we dat genezing van zieken beschouwd wordt als een teken voor de messiaanse komst van Jezus. Toen Johannes de Doper door zijn leerlingen liet vragen of hij, de Messias, komende was, antwoordt Jezus: ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dat was al genoeg om voor Johannes de Doper te weten: dit is Jezus, dit is de Messias. En Jezus ging ons hierin voor. Hij ging rond goeddoende, genezende en ieder die door de duivel overweldigd waren. En ook wij mogen als discipel van hem, vanuit die autoriteit in Christus, mogen wij hetzelfde doen. Nou, genoeg over genezing. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Gevangenen zijn niet alleen mensen die achter de tralies zitten, maar ook mensen die na hun gevangenschap weer terug willen komen in de maatschappij. Maar het zijn soms ook familieleden van gevangenen. Of je kunt gevangen zitten in de spinnenweb van je leven. Weet je, er zitten zoveel dimensies in het gevangen zijn. 6 woorden. Ik heb het samengevat. Ik wil niet nog dieper gaan. Maar er zit een enorme dimensie achter. En u moet maar eens voor uzelf eens gaan zoeken en de Bijbel lezen. Want als wij een schaap zijn, dan is dit
Niet omdat wij ons dat leren, maar omdat we vanuit ons binnenste zijn als Christus. En dat we steeds meer worden als Christus. Waardoor in ons handelingsrepertoire dit gewoon is wat bij ons past. En hoe wij leven en hoe wij handelen. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan gaat ook veel dieper. De Bijbel leert ons dat er een boze is. De duivel. En het is de duivel die de mens heeft beroofd. Beroofd van het eeuwig leven. Beroofd van alle prachtige dingen die God ons heeft gegeven. God heeft de mens geweldig mooi geschapen. Als je kijkt naar Genesis en hoe God de aarde schiep, hoe hij de dieren en de natuur en de mens, het was goed. Het was geweldig. Er was harmonie. Alles was mooi. Alles was goed. Maar de boze kwam in het spel. Net als die bandieten. En de duivel, zegt Jezus, is natuurlijk gekomen alleen maar om te slachten, te stelen en te vernietigen. En hij is een mensenmoordenaar van de beginnen en de vader van de leugen. Hij heeft de mens beroofd van alles. Hij heeft de mens beroofd van alles wat God is en wat God gegeven heeft en wat God gemaakt heeft. En toen kwam er een barmhartige Samaritaan en dat is Jezus. Hij kwam en gaf zijn leven en hij gaf zijn bloed aan het kruis van Golgotha voor de zonde van de mens. En om de mens weer terug te brengen bij God. En om de mens weer te herstellen. En dat is waarom wij mensen Jezus nodig hebben. En ook voor diegenen die kijken vandaag. Ik weet niet of u allemaal Jezus kent. Maar Jezus is de weg, de waarheid en het leven. God heeft u lief. God is een goede God. God is een God van vergeving. God is een God van herstel. God is een God van vernieuwing. God is een God die al uw omstandigheden te goede wil keren voor diegenen die God lief hebben. God is een God die trouw is. God is een God die nabij is. Er is hoop. En hoop is in Jezus Christus. Want Hij is de weg, de waarheid in het leven. Als we Jezus hebben in ons hart, dan hebben we rust. Zelfs al is er turbulentie in het leven, dat hebben wij hier ook. Er is soms turbulentie in ons leven. Dan nog, omdat wij Christus hebben in ons leven, dan geeft dat ons rust. Dan geeft dat ons vrede. Want we weten dat we met Hem door alle omstandigheden heen gaan. Of zoals de Bijbel zegt, met Hem gaan we door een binde heen. Als u Jezus niet kent, neem Jezus dan aan in uw leven. Want Jezus is barmhartig. Zoals de barmhartige Samaritaan zich uitstrekte. Hè, terwijl er vijandschap was tussen de Joden en de Samaritanen. Het is de zonde wat vijandschap heeft gecreëerd tussen de schepper en zijn schepping. Maar het is Jezus die de weg is om verzoening te brengen en om vergeving te krijgen en om je relatie met God weer te herstellen. Heer, deze morgen, Vader, wil ik u danken voor het woord. Een woord over het Koninkrijk van God. Een woord, Heer, van eeuwig leven. Een onderwerp waar ieder mens over nadenkt. Wij mensen weten dat er een begin en het einde is. En tegelijkertijd zijn we zoekende naar wat gaat komen na het einde. Omdat we allemaal beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde. Ieder mens is daar zoekende naar. En er is meer, want u bent de weg, de waarheid en het leven. En alleen in Jezus is dat naar eeuwig leven. En daarom, Heer, wil ik u bidden, Vader, dat diegenen die u niet kennen, en vooral diegenen misschien die naar livestream kijken, of zij op dit moment hun hart willen gaan openen.
En als u Jezus niet kent in uw leven en u wil Jezus aannemen in uw leven, maak dan vandaag de keus. Gewoon op de plek waar u bent. Ga uw uitstrekken naar God. Ga op uw knieën. En zeg tegen de Heer, Heer, hier ben ik. Ik wil mijn leven geven aan u. Ik wil u aannemen als mijn redder en mijn verlosser. Ik weet misschien niet wat ik zeg. Ik ben misschien niet kerkelijk of christelijk opgevoed. Maar vandaag maak ik de keuze om u aan te nemen in mijn leven. En Heer, waar mensen ook zijn die dat doen op dit moment, Heer. Ik weet, Heer, dat u dat ziet. U bent namelijk alom vertegenwoordigd. Ook op de plekken thuis. En Heer, ik wil u bidden dat op dit moment in de naam van Jezus, of u hen wil aanraken. Dat dit een moment van vernieuwing mag zijn. Een moment van een besluit. Waarin mensen hun leven mogen geven aan u. En als u zo'n persoon bent, blijf dan niet thuis. Ga naar een gemeente. Hoeft niet deze gemeente te zijn, maar ga naar een gemeente van Jezus Christus. Ja, omdat dat belangrijk is om te groeien en om je te voeden met het woord van Jezus. Heer, ik wil u ook danken, Vader, voor de gemeente hier, voor het woord. Laten wij zijn zoals u bent. U bent goed. U bent de barmhartige Samaritaan. En als wij kinderen van u zijn, en wij zijn discipelen en volgelingen van u, en wij zijn een ambassadeur van u, dan betekent het dat wij steeds meer worden zoals u bent. Laten ook wij innerlijk bewogen zijn, niet gelijkvormig aan de wereld. Laten wij schapen zijn die niet eens doorhebben dat we alles wat wij doen eigenlijk ook aan u doen. Dat is niet eens waarom wij het doen. Wij doen het omdat wij zo zijn. En we zijn zo omdat u in ons bent. Heer, wilt u ons innerlijk veranderen? Wilt u ons opmerkzaam maken dat wij ook onze naaste lief hebben als onszelf? Dat dat ook een prijs kost. Liefde betekent geven. Geven betekent iets van ons wegdoen. Het kost een prijs om een ander te zegenen. En ja, Heer, we weten dat als wij dat doen, dat wij nooit tekort zullen gaan komen, omdat u altijd ons weer zegent. Heer, ik hoop dat wij dit mogen toepassen in ons leven. En dat dit tot een vernieuwing en tot een groei in ons leven mag bewerkstelligen. Dank u, Vader, voor alles. In Jezus' naam. Amen. Dank u wel, broeder Martijn, voor het woord. Even omschakelen, want hierbij wil ik collecten aankondigen. Ik wil vragen of de collectanten zich gereed willen maken. En terwijl dat gebeurt, zal er via de livestream een QR-code in beeld komen. En de inzameling vandaag zal ten behoeve van het zendingswerk in Pakistan zijn. Waar u ongetwijfeld ook van op de hoogte bent. Momenteel veel onrust, waar ook veel onrecht plaatsvindt. Onveilige situatie, dreiging, voornamelijk tegen de christenen in het bijzonder. Onlangs de risico, hè, het zendingsveld waar zuster Henny en broer Jacob werkzaam mogen zijn. En de vele broers en zusters en de werkers van de FGA Bijbelschool. En ondanks de huidige situatie dat er nog genoeg zijn jonge mensen die moedig vastberaden zijn om hoe dan ook om het evangelie, om het goede nieuws te verkondigen. Daar waar de mensen zo verblind zijn en vastzitten in religie en ga zo maar door. En dankbaar dat wij als gemeente ook onze financiële schouders, dat wij dit werk ook mogen dragen. En zoals net ook al een stukje werd aangehaald uit een stukje uit Corinthiërs, van dat iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij of zij wil geven, ook hierin concreet. En laat hij dat dan van harte geven, zonder tegenzin of dwang. Dat staat in Gods woord, Corinthiërs. God houdt van mensen die met een blij hart geven. En God is in staat om jullie alles en overvloedig te geven. En ik geloof, het is mijn eigen invulling, naar ziel, geest en lichaam.
Het is misschien niet altijd tastbaar, maar ik geloof dat zeker. En daardoor zullen jullie zelf in alle gang op elk moment meer dan genoeg hebben. En daardoor kunnen jullie ook gul aan anderen geven. Maar ik geloof dit alles in Christus. In Christus, zeker. De collectanten staan gereed. Mag ik u voorgaan om ook een zegen hierover te vragen? Vader, met dankbaar harten dat we uw woord, Heer, mochten ontvangen. Heer, en dat het niet alleen maar daar blijft bij woorden, maar dat we ook in geloof eruit mogen gaan stappen. In geloof, in vertrouwen, ook in onze financiën. U zal voorzien. Heer, u bent de voorziener. En alles wat wij hebben is van u. En ja, Heer, we willen u ook niet tekort doen. En dat we ook in onze financiën concreet iets terug mogen geven. Vandaag de inzameling voor het zendingswerk. We zijn dankbaar dat mensen hun leven bereid zijn, zelf hun leven te offeren. Heer, en wat is het dan voor hetgeen wat wij mogen geven, dat wij het werk mogen ondersteunen. Wat zo levensveranderend is. En dat het op zijn plek mag komen en dat u dat wil vermenigvuldigen. Heer, dank u wel voor hetgeen wat wij mogen geven. En uit dankbaarheid dat we dat apart hebben gezet. En dat we dat uit liefde mogen geven omdat we dankbaar zijn. Dank wel, Heer, dat u de collecte wil zegenen. In Jezus' naam. Amen. We gaan Blessed Assurance. Het is ook wel bekend. De collectanten, jullie mogen alvast rondgaan. En daarna zullen we ook wel al onbekende opwekkingslied. Volle verzekering. Maar we willen het gewoon eventjes anders doen. Blessed Assurance. We gaan het een beetje jazzy doen. Dus knip vooral met je vingers met ons mee. En daarna gaan we het vertrouwelijke volle verzekering zingen. Oké, daar gaan we. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Here our salvation, purchase of God, born of the Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Come on. Perfect submission, perfect delight. Visions of rapture now burst my sight. Angels descending ring from above. Echoes of mercy, whispers of love. This is my story. This is my song. Praising my Savior. Praising my Savior all the day long. Full of verzekering, Jezus is mijn. Wat schenkt dat rust aan volkzaam gemoed? In hem zal zalig, zalig steeds zijn. Ik doodde zijn beloofd.
leven voor God. Oh, dit is mijn vreugde. Dit is mijn vreugde. Volle verlossing, gans vrij te zijn, mag alles leggen in zijn hand. Harten naar boven, toog hemelwaard, zo Jezus volgen naar het vaderland. Volle bewustheid, hij leeft voor mij. Dit geeft mij blijvend heerlijk genot. Mag altijd wandelen aan Jezus zijn. Mag nu steeds leven voor mij. Nog eentje zingen, dit is mijn vreugde. Dit is mijn vreugde, altijd te zijn in mijn heiland. Heiland, Jezus is mij. Dit is mijn vreugde, altijd te zijn in mijn heiland. Jezus is mij. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Mooi lied. Ik moet gelijk aan mijn vader denken als ik dit lied hoor. En hij speelde vroeger natuurlijk ook piano. Ik weet niet of jullie dat wisten, maar iedere keer als ik dit nummer hoor, is al heel lang geleden, moet ik gelijk aan mijn vader denken. Het was absoluut zijn favoriete nummer. En ja, fijn om weer te mogen zingen. We zijn bijna aan het einde gekomen. Even nog een paar mededelingen. De jarige. Als het goed is, gaat broeder André zometeen trakteren. Hij is natuurlijk afgelopen week jarig geweest. En de verjarigen voor de komende dagen. Zuster Helen Marvi. 14 september. Dus samen met Jess inderdaad. Die heeft vandaag natuurlijk zijn pre-party. En een afterparty met Lise. En ja, dus van harte gefeliciteerd. En God zegen in jullie nieuw levensjaar. Morgen is ook broeder Liaket ook jarig. Dus broeder Liaket, als u dit ziet, ook van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. En Gods rijke zegen ook in je nieuw levensjaar. En we wensen ook jullie enorm veel zegen in Pakistan ook. Ook met de Bijbelschool FGA. God doet nog steeds grote dingen in Pakistan. En we bidden voor jullie. Dus bij deze van harte gefeliciteerd. Woensdag primeur, dan beginnen we met de Bijbelstudie. Een interessante onderwerp, koning Melchizedek. En ik wil echt oproepen, kom naar deze Bijbelstudie. Het is een interessante Bijbelstudie. We weten heel weinig van dit persoon. Maar het mooie van deze persoon is, hij is een hoge priester van God, maar tegelijkertijd ook de koning. En dat is heel bijzonder in die tijd, want je kan niet een koning en een priester zijn. We weten heel weinig van dit persoon af, dus kom naar dit interessante Bijbelstudie woensdag om 7:30.
Wat betreft parkeergelegenheid, dan volg even nog de app. En dan kunnen jullie zien of we hier bij de buren kunnen parkeren. En dat was dan de mededelingen. Goed, zullen we samen staan? Dan gaan we de dienst eindigen. Halleluja. Vader in de hemel, wij danken u, Heer, voor het samen zijn. Heer, het is goed om zo bij elkaar te mogen komen, Vader, dat we voor u mogen zingen. Heer, dat we het woord van u mogen beluisteren, Heer. En we bidden ook, Heer, dat u ook het naprediker wil zijn voor het woord. Heer, en dat we het woord ook in ons hart mogen bewaren. Dat het een sterk fundament is, Vader, in ons leven. Want u bent ons stabiele factor, Heer, in de maatschappij waarin we leven. Heer, en we hebben u nodig. We kunnen niet zonder u, Heer. En daarom bid ik ook, Vader, vragen wij, Heer, doorgrond onze harten. Maar laat uw Heilige Geest ook diep in ons leven doorwerken, Vader. Dat we een mooie relatie met u mogen hebben, Heer. En niet alleen op een zondag, maar elke dag weer, Vader, willen we dichter bij u zijn. Willen we net zo zijn als uw zoon, Vader. Want dat is wat u ons hebt opgedragen, Vader. Wij danken u, Heer, voor uw liefde, Heer, voor uw trouw. Nogmaals ook voor uw genade, die we eigenlijk niet hebben verdiend, Vader. Maar u houdt van ons. U heeft ons geschapen naar uw beeld, Heer. En u bent bezig om uw kinderen terug te brengen. Vader, wilt u zo deze week met ons allen gaan, als we naar werk gaan, als kinderen naar school gaan, in onze vrije tijd, Vader. Heer, bedek ons onder het dierbaar bloed van uw Zoon Jezus Christus. Waak over ons. Ik dank u wel, Heer, voor wat u voor ons hebt gedaan. Zo, gemeente van God, ontvang de zegen van de Heer. Zo blijven de genade van de Heer, van onze Heer Jezus Christus, en de liefde van God onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen, totdat Jezus komt. Maranatha, Hij komt spoedig, houd vast wat u hebt. Amen.